Thijs Timmermans, wat voor gevoel hou je over? Is het een heerlijk punt of had er misschien nog wel meer in gezeten? Ik denk dat je het goed zegt, het is een heerlijk punt. Misschien na die rode kaart waren we op zoek uiteraard naar de 3 punten. Hij is niet gevallen, maar dit punt is wel iets waar we mee verder kunnen. Had het ook gebeurd, denk je, hoe die wedstrijd verliep als het gewoon 11-11 was gebleven? Ik denk van wel, ja. Want je voelde dat jullie aan het aandringen waren of hoe zag je dat? Nou, ik denk dat we na de rode kaart kregen iets meer ruimte natuurlijk. Ik bedoel, de spits eraf, dus dan krijg je iets meer ruimte om te spelen. Maar ik denk wel dat we recht hadden op een punt vandaag. Minimaal. Natuurlijk is deze week de trainer vertrokken. Jij mocht het vandaag weer eens laten zien. Wat was je rol precies en was dat anders dan in andere weken? Ik stond samen met Thomas Kok op middenveld vandaag controlerend. Renny Smit daarvoor. Niet heel anders dan voorgaande weken of wat dan ook. Maar dat ik aan de aftrap mocht verschijnen is wel erg mooi. En hoe vond je zelf wat je hebt laten zien vandaag? Ik denk, als voor mezelf spreek, keihard gewerkt. Sowieso. Af en toe misschien wat slordig. Maar ik denk dat het een goed begin is. Ja, goed beginnen zeg je. Ik vond je namelijk zelf aardig spelen. En vooral in die beginfase, wat een enorme druk jullie naar voren zetten. Ja, dat moet toch echt wel anders zijn geweest dan de laatste weken? Nou, ik denk dat we met z'n allen voor de wedstrijd besproken hebben dat we de eerste 20 minuten sowieso volle bak gingen. En kregen we een aantal goede kansen, inderdaad wat je zegt. Jammer dat die er niet in gaan. Maar ja, ik denk dat we goed gedaan hebben wat we afgesproken hebben. Hoe was de sfeer zojuist toen je van het veld of liep je lopen even naar het uitvak? Ja, een uitwedstrijden, pak je een punt bij PSV en verder zijn jullie dat niet echt gewend. Hoe was dat nu? Best heel fijn, heel prettig en iets waar we mee verder kunnen. En dus klonk er zojuist applaus in de kleedkamer als ik het goed hoorde? Klopt inderdaad, gewoon een compliment naar de groep. Het is een hectische week geweest, maar wat ik zeg, hier kunnen we mee verder.